hele goede middag. Het is vandaag, schrik niet, 20 juni. En het is, vandaag? Donderdag, 20 juni, 13:38. Ja, ik heb een paar dagen niet aan het vloggen geweest. Redenen, ik had het veel te druk en te moe daarna die tijd. Ik heb de hele tuin schoongemaakt. Een paar kleine dingetjes heb ik een ander laten doen. Het meeste heb ik allemaal zelf gedaan. Want die andere, ja, die heeft meerdere cliënten dan ik alleen. Maar hij had ook niet eens het zware spul gedaan hoor. Nee, heb ik alsnog zelf gedaan. Ook bij huishoudelijke hulp heb ik dingen gedaan buiten wat zij eigenlijk in principe weer niet mag doen. Maar dan kan de pret niet drukken. Ze is ook zelf een keer in haar vrije tijd geweest, omdat ze vorige week ook maar weer één keer is geweest. In huis ben ik ook bezig geweest. Mijn hele bureau heb ik leeg gehad op mijn computerscherm na. En mijn toetsenbord niet. Maar de rest is allemaal leeg geweest. En bovenop, ja, dat zware spul ook niet. Dat ken ik allemaal niet. Dat zit allemaal met snoeren vast. Maar ik heb het wel omhoog getild dat ik er onderdoor kon met een doekje. Ik heb alles schoongemaakt. Ook het hoekje waar mijn mannetje en mijn schoonmoedertje en onze poes een beetje armen staat, heb ik helemaal schoongemaakt. Dus ja, al met al een drukke week en ik ben nog niet klaar. Nee. En waarom ik dat allemaal doe? Nou ja, ik wil dat gewoon van tijd tot tijd eens even heel goed grond schoon hebben. En de tuin wou ik ook schoon hebben. Ook vrolijkzoekant heb ik getracht een beetje netjes te maken. Ik had tegen de begeleider gezegd, ik wil eigenlijk die troep er allemaal wat uit hebben wat erin is gekomen. Bladeren, steentjes, stukjes taaierrip. Ik zei, dat moet eruit. Ik zei, dat doet de beesten zich zeer aan. Maar daar kwam hij ook niet aan toe. Doet die andere week pas. Ik dacht, weet je wat, ik haal de hark eroverheen. Dan hark ik het een beetje weg. En dan is het voor zondag netjes. En waarom zondag? Nou, dan is 23 juni en dan ben ik jarig, ja. En dan kan als het prachtig mooi weer is, de visite ook buiten zitten. Wat ik nu nog moet doen, dat is na de kapper en boodschappen doen. Dus ja, ik neem jullie niet mee. Ik neem wel mijn mobiel uiteraard mee. Als ik al mag vloggen, doe ik het even ook daarmee. Hé, man, mijn neus. Hè. Nou ja, iedereen heeft wel eens een jeukerige neus, toch? Ja. Maakt niet uit. Ik ben wie ik ben en als ik jeuk aan mijn neus heb, dan heb ik jeuk aan mijn neus. Punt uit. Ik heb een heel klein beetje afwas. Morgen komt Astrid. Dus dan ga ik zaterdag wel even afwassen. En dan maak ik ook zaterdag spullen klaar voor zondag. Zoals soep ontdooien, want ik heb de soep in de vriezer staan. Broodjes ontdooien, broodjes beleggen, plastic folie erover, maar tenminste, nou nee, gewoon weer terug doen in de zakken, gewoon beleggen en dan in. Heb ik wel boter? Ik heb boter. Mooi, ik gebruik zelf geen boter, dus ja, ik moet even kijken, hè. Dus ja, even boter erop en dan voor degene, en een paar broodjes gewoon drogen, ja. Er zijn ook mensen die het net zo leven als ik, dat is geen boterlusten, ja. Dus een beetje met en een beetje zonder. Maar dat komt allemaal goed. En anders, ja, we zien wel hoe het reilt en zeilt. En we maken er het beste van, we maken er een gezellige boel van. Maar in ieder geval voor vandaag wens ik jullie natuurlijk een heel warm welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En we gaan weer proberen het weer een beetje op te pakken. Ja, heb ik eens een keer geen tijd niks te doen. Op YouTube komt genoeg, want er staat een hele wachtrij. Ja, een hele wachtrij. Dus, komen jullie allemaal vanzelf te zien. En Karen die is geopereerd, die vlog nog helemaal uitzoeken. Dat doe ik andere weken wel. Het staat al wel op mijn computer. Maar dan moet ik helemaal uitzoeken. Want ik heb dus twee batterijen gebruikt bij mijn GoPro. Wat gaat er dan gebeuren? Ik wil dat op een andere manier zien te fixen, maar dat kan niet. Die batterijen gaan maar zo lang mee. En je kan geen batterijen kopen die langer meegaan. Dus ze raken snel leeg.
Maar dan gaan die filmpjes op een gegeven moment door elkaar heen staan. En dan weet je niet meer welke eerst moet. Dan moet je helemaal uitzoeken en uitpluizen. Dus dat zit een heleboel werk aan. Maar ja, oké, dat komt andere week wel. Dan ben ik ook een jaartje ouder, misschien ook een jaartje wijzer. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van de dag. Het heeft hier net geplinst, zal ik je vertellen. Ik had vanochtend eerst knallende hoofdpijn, echt van die onweershoofdpijn. Ik denk, kijk het maar, ik blijf nog wel liggen. Heb ik medicatie ingenomen, ben weer in slaap gevallen. Toen werd ik wakker, had ik het nog heel erg. Toen ben ik even een spelletje gaan doen op mijn telefoon en toen begon het te plinsen. En terwijl het plinsde en ik mijn spelletje deed, zakte het wat af. Ik denk, nou hè, mag in de krant. Dus ja, de boel is verder hier netjes. Morgen komt Rebecca ook weer. De vloer die ziet er ikkelt weer niet uit. Maar wat wil je? Vrouw is weer buiten geweest. Dus dan, met regen, met de boel dat het nog nat is. Ja, dan hou je dat, hè. Dan krijgt hij blubberpootjes naar binnen. Nou, morgen komt ze weer. En we krijgen straks ook geen regen meer. We krijgen nou weer mooi weer, hoop ik. Mag ik hopen. Ik ga zo meteen op mijn telefoon kijken vooruit. En dan zullen we het beleven of het inderdaad vandaag ook mooi weer gaat blijven. Want het zonnetje is bezig er doorheen te komen. Ja. En daar ben ik ook blij om. Ja, wie niet? Het is toch veel fijner als de zon schijnt. Vind ik tenminste wel. Maar wie ben ik? Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, genieten van wat jullie doen gaan. Ga ik ook doen. Frodo ligt lekker op de bank. Televisie is aan en het geluid wordt even zacht. Ik heb een bakje koffie voor mijn neus. Ik moet even een fysio bellen. Ja, naar, hoe heet die beste man? Frans. Dat ik het morgen ook niet red? Nee. Ik red het gewoon niet om naar fysio toe te gaan. Ik heb veel te druk. Ben ik al 3 weken niet geweest, hè? Nee. Maar ik ben zelf ook druk bezig. Behalve in de avonduren. Dan zit ik. Ik moet zelfs de was nog steeds opvouwen. Die staat er nog steeds. Ik haal daar wel wat uit omdat ik schoon spul nodig heb. Maar opgevouwen is het nog niet, hoor. Nee, niet aan toegekomen. Eerst de andere dingen, dat het netjes is. Dat kan ik nog een keer even wegmoffelen in de kast of zo, weet je. Maar dat komt wel, ja. Het heeft geen haast, dat hangt me niet op mijn rug. Als ik het schoons nodig heb, dan pak ik het eruit en klaar. Ja, eerst die dingen die het meeste voren hebben. En dan pas dat. Ja, zo simpel. Dus ja, lieve vrienden, geniet van alles en tot. Later, doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer terug. Ik ben bij de kapper geweest. Het is wel weer paars, maar geen verf. Nee, ik heb iets nieuws. Ik zal het erbij pakken als ik het kan vinden. Waar heb ik het nou gelaten? Het is nou een masker. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Ja, het is nou een masker. Dus dat wil wel. Het is maar wat je duur noemt. Het is €15, deze. En je doet er heel lang mee. Dus ja, we zullen het beleven en dan... Ja, ik heb lekker kort weer al. Het zit lekker weer. Ja, ik ben er weer blij mee. En paars staat mij toch mooi. Althans, ik krijg dat van iedereen te horen. Jou staat toch ook altijd alles. Hè? Ja, daar kan ik niks aan doen, dat ik bij mij alles staat. Maar in ieder geval, ik had het met Karin er al over. Blauw of zo, weet je. Maar dan was ik eerst naar een winkel geweest die ook alles verkoopt, zoals wax. Ik denk misschien als hun blauwe wax heeft, hoef ik het niet te laten kleuren bij hun. Maar dat hadden ze daar ook niet. Dat was op. Want
Waar ze momenteel de spullen nog van verkopen, die is failliet. Maar ze gaan onder een andere naam binnenkort verder. Ja, het is nou Oppies Op, of weet ik veel hoe dat heet. Maar die is failliet, maar de winkel blijft wel bestaan en dat gaat straks via een andere naam. Dus ja, dat komt ook allemaal goed. Ik ben nu met een bakje koffie bezig. Ik heb een heleboel boodschappen. Ik zal het jullie even laten zien. Zo. Een heleboel. Dat vaartje dat daar staat, dat neem ik strakjes. Dat eet ik lekker op. En er ligt nog ergens een bounty. Ja, die heb ik hier al. Lekker bij de koffie. Nou, een taart er nog bij. Dit vind ik leuk. Even wachten. Kijk, gaan we straks ook uitproberen. Of die het doet. Doet hij het niet, ga ik ermee terug. Logisch, maar dat vind ik leuk. Zit er leeg. Het zijn vlaggetjes voor je verjaardag dus. Met verlichting erin. Dus ik ben benieuwd. Het is voor buiten, ja, op de camping of wat dan ook. Birthday, wedding. Ja, nou, top. Helemaal geweldig. Dus dat zullen we afwachten. Nou moet ik die weer goed zien te zetten. Mijn telefoon ligt aan de lader. Zo. Nou, dan kan ik weer even dichterbij. Zo. Ja, zo staat u goed. Mooi, dan ga ik koffie inschenken. En ik wens jullie verder nog een fijne namiddag. Het is 17:33, dus net 17:30 geweest. Voor degenen die gaan eten, smakelijk eten. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Het is alweer laat. Het is weer tijd om naar bed toe te gaan. Het is 2:37 en vandaag komt Astrid weer. Dus ja, ook dan weer geen tijd om te vloggen. Zaterdag had ik graag een andere dag gehad willen hebben. Dat ik dus de boel klaar kon maken. Maar ik krijg zaterdagmiddag ook al visite voor mijn verjaardag. Dus het wordt weer druk. En nog eens druk. Ja, dat... Frodo die staat ook al klaar om, tenminste legt al klaar om naar bed toe te gaan. Ja, dus ik zeg lieve vrienden, ook jullie welterusten, slaap lekker, met mooie dromen en gezond weer uit jullie bed gaan komen. Ja, ja, zeker weten, dat wens ik jullie allemaal. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.